Gisteren heel lang leven de liefde. Stanley kan twee belangrijke punten afvinken op zijn wensenlijst. En Nastia heeft eindelijk een keer een vent die kan koken. Het ziet er toch heerlijk uit. Jij ook. Dankjewel. Maar het doet je ook wel lekker. Ja. Fucking hell. Nou. Brigitte duikt meteen vol in Marco's oude liefdesleven. Of het gebrek daaraan. Wanneer had jij voor het laatst een relatie? Ja, 10 jaar geleden. Mijn ex is mijn laatste... Je hebt nooit erachter iets gehad, niks, niemand? Nee, ook helemaal alleen met de kerst eigenlijk. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Wat was eigenlijk je eerste indruk toen ik binnenkwam? Het eerste wat me opviel was je baard. Oh. Ja, je baard. Negatief, positief? Nee, gewoon je baard, ja. Oké. Okay. Ik bij jou je ogen. Dat viel ons eerst op. Is het echt zo, ja, nee, is het echt zo heftig? Heftig. Nee, maar gewoon dat het zo opvallend is. Mm-hmm. Echt? Nee, ben je spreken ook inderdaad zo. Qua uiterlijk ben je niet helemaal mijn type. Ja, ik heb wel veel aan, dat moet ik eerlijk zeggen. Wat zei je? Ik heb wel veel aan. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Ja, weet je? Zeker. Eerlijkheid is gewoon, duurt gewoon het langst. Ik heb liever dat ik gewoon eerlijk ben erover, als dat ik achteraf te horen krijg, dat zag ik niet aankomen, of dit heb je niet tegen mij gezegd, of ja, hier ben je niet eerlijk over geweest, of wat dan ook. Ja, ik ben dan gewoon liever vanaf het begin eerlijk. Daar hebben we allebei meer aan. Sowieso, uiteraard. Nog een zucht. Niet om jou, hoor. Oh. Nee, hoor, helemaal niet. Nee, hoor, we kunnen het best wel aardig met elkaar vinden, vind ik. Toch? Ja, zeker. Wat gezellig, leuk. Ja, zeg ik ook. Zeg humor. Ja, maar we vinden elkaar ook wel gewoon een leuk en aangenaam gezelschap. Mm-hmm. Mooi toch, hoe de app en het echte gesprek twee verschillende verhalen vertellen. Maar ja, ook dat is daten, hè? De deur niet meteen dichtgooien naar je potentiële partner. Tenzij je op het punt staat om te gaan bellen met je beste vriend en je niet wil worden afgeluisterd. Hallo? Hallo, hoe is het? Ja, best met jou. Ja, goed. Is het wat je ervan verwacht had? Ja, ze is wel knap, hoor. Verdomme, hé. Nou, dan moet je er werk van maken. Ja. En ze heb je Jopen? Nou, niet te geloven. Lekker, man. Maar vanuit haar kant. Ja, nee, ze zegt wel dat ze me gewoon heel topgozer vindt. En een leuke jongen. Dus dat werkt wel blij mee. Dus je potentie dus? Denk het wel. Dus ja. Ja, joh, weet je het is? Ik denk dat ik gewoon op de bank slaap. Ik weet het echt wel zeker. Nee, joh. Gewoon samen in de bank slapen. Ja, oké, okay, ik ga het proberen. Gewoon kijken wat er gebeurt. Je weet het nooit, hè. Komt goed. Nou, ik ga verder. Ja, is goed, man. Yo, later. Yo. Marco en Brigitte hebben even lekker zonder telefoon liggen sudderen in de hot tub. En pakken voor het slapen gaan nog even een paar vraagjes mee om elkaar toch weer iets beter te leren kennen. Wat vind jij stiekem het meest sexy lichaamsdeel bij een man of een vrouw? Bij een man zijn billen. En zijn ogen. Maar ik vind, zoals bij jou, je sprekende ogen bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik ook heel sexy, want dat is uitstraling, zeg ja, maar. Ja, ja. Ja, dat is net op jou een beetje ondeugend oog, zeg maar. Ja. Ik hoor het vaak, hoor. Ik ben niet de eerste die dat zegt. Omschrijf je ideale pannen. Kijk, dat is nou een nette vraag. Nou ja, ze hebben witte botjes aan. Is dat zo? Wat doen we met slapen? Slaap ik op de bank? Of wil jij op de bank slapen? Nee, slaap ik op de bank. Ja, zeker? Ja hoor, tuurlijk. Ja. Nou, dan ben je toch een gentleman. Zal ik het even pakken? Dan maak ik wel je bed op. Oh, ga je mijn bed opmaken? Ja. Damn. Voor wat hoort wat. Alrighty. Zou je ooit nog samen willen wonen? We kunnen allebei niet zeggen hoe we er over een half jaar in staan en hoe ver we erin staan. Nee, zeker niet. Nee. Wat ik wel belangrijk vind, als je echt
echt gek op iemand bent, laat het ook zien in daden. Ja, de liefde moet je voelen en dan moet je ook iets voor iemand doen, zeg maar. Laten blijken dat je iemand houdt. Woorden zeggen we niet zoveel, zeg maar. En in wat voor dingetjes zou je dat dan willen zien? Ja, het kan kleine dingetjes zijn. Ja. Maar ja, ik ben niet wanhopig. Nee. Komt u op pad of niet? Ja, ik zie wel waar schip strandt. Goed, in ieder geval heb ik het. Nogmaals, ik heb het gewoon helemaal prima naar mijn zin met jou. Ik heb nog geen moment bij jou ongemakkelijk of zo gevoeld. Nou ja, beter toch? Wil je slapen dan? Ja, dat mag. Maar wel rust, hè? Ja, het is nou lekker, hè? Ja. Wat doe je? Ja, ik dacht ik neem alles in één keer mee naar boven, maar... ik ben echt het achter me aan het aanslepen. Mijn bed opmaken, wat schattig. Ja. Oh, zal ik even... Nou, doei. Ik zie je morgen. Is goed. Rustig aan. Slaap lekker. Komt goed. Ja, komt goed. Ik zie je morgen, ja? Ja, slaap lekker. Slaap lekker. Je date in bed laten slapen in plaats van op de bank kan soms een nadeel zijn. Marco ligt zo lekker, die is niet wakker te krijgen. Terwijl Stanley al vroeg een ontbijtje in elkaar staat te flansen. Ja, die Nastia heeft het maar goed voor elkaar. We hadden geen brood, dus ik moest even zo super stom. Oh, ik kan lief! Ja. Ik kan lief! Oh, nou, gelukkig maar. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Kom even bij zitten, ja? Ja. Oh. Om echt een koninkrijk gewoon op mijn bed. Het ei is echt mega lekker trouwens. Okay. Maar echt leren hoe je dit maakt. Ja, hallo. Stanley is hier niet om kookles te geven, hè? Dubbel D staat in zijn woordenboek niet alleen voor dubbele dooiers. Goed, buurman Marco is inmiddels wakker, maar mist nog wel een bepaalde helderheid. Ben je er wel een beetje uit over jezelf, wat je wil? Ja. Lekker helder antwoord. Daar kun je wel iets mee, toch, Marco? Buurman Stanley mag ook iets zelf invullen. Het blanco gezicht van zijn Nastia, om precies te zijn. Nou, dan die toverdood maar even zien. Gaan we tanden poetsen, ja? Ja. Dit wordt wel spannend zo te zien. Stanley heeft zo lekker gekookt dat hij Nastia mag opmaken. Maar kan hij ook toveren met mascara en een oogpotlood? Of loopt Nastia de rest van de dag rond als een horrorclown? Jezus, ik blijf een man met. Ja. Brigitte heeft Marco's roep om helderheid vakkundig genegeerd. Maar na 24 uur zal ze toch echt antwoord moeten geven op de vraag of dit nog iets gaat worden. Hoe sta je erin? Het is voorbij gevlogen voor mij. Ja? Ik heb prima naar mijn zin. Ja? Ook met jou. Je bent gewoon een leuke date. Ja? Je bent gewoon wel een vrouw waar ik wel voor zou kunnen vallen. Ja. Ik vind wel dat we heel veel dingen gemeen hebben. De manier van de liefde, maar ook van gewoon met elkaar omgaan. Ja, je hebt gewoon ook in mijn optiek wel je normen en waarden ook daarin. En dat, ja, dat zijn ook de dingen die mij aanspreken. Ik ben zeker nog wel nieuwsgierig hoe jij verder bent. En ik zou dus wel willen verlengen daarin. Dus, Oké. Nou, wat je al zelf zegt, we hebben heel veel raakvlakken en zo. Je bent heel begripvol, je luistert ook goed. En ik zou jou meer zien als een hele goede vriend eigenlijk. Okay. Ja, een maatje, maar niet iemand als een potentieel partner of zo. Maar het is voor mij niet een stukje fysieke aantrekkingskracht. Ik vind, dat is een type man waar ik voor zou kunnen vallen. En ik denk dat jij ook voor mij, dat je veel te goed zou zijn. Op een gegeven moment zou ik misschien toch over je heen gaan lopen of zo, ik weet niet. Maar je bent veel te zacht van karakter, veel te... Okay. Weet je zo? Ja, ik denk dat dat niet zo is. Ja. Ik probeerde gisteren een aanraking en ding. En ja, weet je, daar reageerde jij ook niet echt heel... Op, zeg maar. Op. Dat was dan wel, zeg maar, heel koud en kil, zeg maar. Dus ja, weet je, als jij dat zo voelt of zo ziet, het is niet anders. Dus ik had met jou echt wel verder willen ontdekken. En, goed, is niet anders. Dus, ja. Dan gaan we zo
koffers pakken en dan gaan we het verlaten. Ja. Het is niet anders. Nou, dan nemen we afscheid. Is goed. Zien we wat er op pad komt, toch? Ja. Ja? Het is altijd weer afwachten, hè? Klopt. Hey, tot ziens, hè? Ja, tot ziens. Oké. Brigitte wil iets meer pit en power. Dus wals jij graag en met gemak 24 uur lang over haar heen? Meld je dan nu aan. Marco is voor zijn volgende date heus niet meer zo aardig. Ach, wie hou ik voor de gek. Het is gewoon een lieve topgozer. Dus dames, geef je snel op. Wordt Nastia vandaag veranderd in een postmoderne kleurplaat? Of weet Stanley er toch wat van te maken? Nou, waar gaan we dus mee beginnen? We beginnen met de huid. Ga je er wat moois van maken, ja? Het lijkt net alsof ik een muur aan het schilderen ben. Del, hoe doe je dit, gek? Simba. Nu gaan we door naar mijn wimpers. Of naar mijn wenkbrauw bedoel ik. Kijk eens. Fucking hell. Nee, niet. Het sorrow. Alleen die lijn hier. Oh. Tromgeroffel, alsjeblieft. Oké. Oké. Hey, luister, ik zeg jou eerlijk. Die lijn is best wel steady, hoor. Nou, ik vind het helemaal niet slecht. Nee, echt niet? Ik geef het een 8 uit 10. Echt? 1 out of 10, would recommend. Zeker wel. Okay. Lekker bezig, Stanley. Maar wij gaan snel door naar Marco. Hij is 53, komt uit Gorendijk en is dik 8 jaar geleden vrijgezel geworden. Een flinke omschakeling als je vader bent van 3 kinderen. Dus dat hele daten heeft even in de ijskast gestaan. Het is nou niet gelukt. Ik ben niet zo eentje die echt erop afstapt of zo. En ik was ook eerst met die kinderen bezig. Dus. En nu zijn die kinderen wat groter. En nu denk ik, ja, mijn tijd. Ik val op lief, blond, slank. Zou wel leuk vinden dat ze meeging naar de kroeg. Even gezellig een biertje of een potje dat. Een type vrouw waar ik op val een goed hart, zeg maar. Nou, eerlijk en spontaan. Nou ja, en niet vreemd gaan. Dat laatste klinkt wel belangrijk, ja. Maar laten we ons eerst even richten op Joke. Zij is 55 en weduwe met de zorg voor 2 kinderen. Maar je moet vooral niet denken dat ze zielig is, Marco. Verre van zelfs. Joke is juist lekker pittig. Waarom heb ik niemand gevonden? Nou, ik ben gewoon eerlijk. Ik kan ze zat krijgen. Ik vind ze aardig, maar ik kan geen gevoelens voor hun opbrengen. Ik ben vorig jaar naar Bali geweest en ja, ik trek gewoon alles aan van wat daar loopt, van jong tot oud. Wat ik heb, weet ik niet. Ook zit ik met de rug naar ze toe. De mannen komen naar mij toe. Oh, waar ben ik al begonnen? Spannend. Ja, ik hou wel van een beetje ondeugende man. Een boefie, weet je wel? Gewoon, ja. Hij hoeft niet slank te zijn, hij mag rustig een buikje hebben. Maar ik hou wel van een... Ja, gewoon ook een pretletter. Die wel van feestjes houdt, net zoals ik. Hij moet van een biertje houden. Ik lus alles. Ik gooi alles naar binnen wat ik lekker vind. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi, Marco. Ah, ik ben Joke. Oh, gezellig, ja, leuk. 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 Cadeautje meegenomen. Nou, mooi. Leuk. Mooi hoor. Een hart van... Oké, dankjewel. En Friese suikerbrood. Oké. Okay. Ja, ik heb voor jou ook... Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, leuk. Ja, uit Zwolle. Zo, mooi. Ja. Moet je wat drinken? Ja, doe maar een biertje. Ik ben zenuwachtig. Ja, nou, ik ook hoor. Dus ja, mooi eigenlijk hier. Ja, ja, ik had de André Hazes spullen, dus... Oké. Ja. Ik ben fan van André Hazes. Dus. Ja, nou ja, daar ben je niet eens, dan ben ik ook. Oké, ja, leuk. Ja. Proost. Ja, proost. Op geluk, hè? Ja, we gaan het zien, hè? Ja. 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 Heb je zelf ook kinderen? Of? Ja, nee. Ja, ik heb kinderen. Ik wou gezegd zeggen, ik heb er 9, maar ik heb in totaal... Ja, ook nog kleinkinderen. Ja. Ja, en ik heb ook nog een kleinzoon daar. Oké. Okay. Die foto daar. Deze is net 8 maanden oud. Oké. Okay. Ja. Allemaal ja, leuk. Ja, ja. Ja. Ja.
Ja. Maar hoeveel kinderen heb jij zelf? 3 zoons, een van 23, 21 en elk geval 16. Ja, een van 33 en een van 36. Nou ja. Gezellig het hier ook is, we moeten even naar Nastia en Stanley. Die hebben al 24 uur de grootste lol samen. En Stanley voelt zich als een magneet aangetrokken tot Nastia's prachtige paar ogen. Maar of er nou liefde bij komt kijken? Het was heel relaxed, we hebben echt overal over gepraat. En, ja, zeker. Je hebt me opgemaakt en we hebben het gewoon leuk gehad. Maar meer als vrienden. Ja. Niet op relationeel gebied of zo. Ja. Ja, alles wat ik om gevraagd heb, dat ben je. En dan ben ik echt serieus. Nou, zo lief. Ja, zeker. Ik denk alleen dat de laatste 24 uur meer dat aantrekkingskracht miste, zeg maar. De inzet, zeg maar. Ja. Ik kreeg hier wel niet echt het gevoel van, joh, ik wil wat meer van hem. Meer aandacht of flirterig gedrag. Dat mis ik dan een beetje. Ja. Dus daarbij zou ik zeggen, nee. Nee. Ja, dat dacht ik al wel. Ja, maar weet je, daarin op het moment dat ik echt verliefd ben op iemand of dat ik echt iemand echt heel leuk vind, dan word ik wat aanhankelijker. Dus ja, het is volgens mij van beide kanten gewoon meer vriendschappelijk dan dat het romantisch is. Ja. En nou komt het moment van de waarheid. Nee, ik ga niet verlengen. Ga jij verlengen? Ik ga ook niet verlengen. Oké. Okay. Gaan we lekker een spel pakken in huis? Yes, is goed. Deal. Dankjewel. Doei doei. Doei. Nastia neemt geen genoegen met een man waar ze mee kan lachen, die zelfstandig is, haar make-up bijwerkt en kan koken. Nee, zij moet hem ook willen opvreten. En geef haar eens ongelijk. Of juist precies wat ze wil. En meld je nu aan voor een date. Laat kippen. Stanley's wensenlijst is na deze 24 uur wel duidelijk, toch dames? Maar deze vlotte chef heeft zelf ook een flinke bos goede eigenschappen voor de deur, waar je makkelijk een liefdesvuurtje mee kunt stoken. Dus geef je er snel op als je hem wel ziet zitten. Maar hoe vind je het gaan zo? Ja, het is nog een beetje wennen, vind ik. Ja, nou ja, voor mij ook wel. Ja. Maar ja, het is wel heel nieuw voor mij. Ja. Ja. En wat zoek je in een relatie, in principe? Ja, wat zoek je in een relatie? Ik zoek wel iets, ja, een beetje, ja. Dat je ja, een beetje leuke dingen samen ook kan doen. Ja, dat heb ik ook wel. Ja. Dat heb ik ook wel. Jawel. Je bent wel een leuke vrouw, dat, ja. Ja, nou, dankjewel. Ja. Ja, nou ja, jij bent ook verder aardig. Ja. 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 Nou, laten we ervan uitgaan dat het bij Jeroen iets meer gaat knallen. Niet dat het zo'n losgeslagen feestbeest is hoor, dat juist totaal niet. Maar misschien is dat ook een beetje het probleem van deze rustige dertiger uit Deventer. Ik krijg vaak te horen dat ik te lief zou zijn. En dan denk ik van, hoe dan? Dat kan toch niet? Ik denk als je mij langer dan één date gaat leren kennen, dat ik een man niet zo lief ben. En juist wel een pittig randje heb ook. Dus daarentegen, ik ben geen bad boy of zo die met stoere dingen aankomt. Ik ben op zoek naar een lieve vrouw die samen met mij haar leven wil delen. Mijn type is toch wel meer een casual type. Iemand die gewoon lekker normaal is. Niet te veel make-up. Verder iemand die zich gewoon een beetje netjes normaal kleedt. Of geen extravagant type of zo. Ja, ik zeg altijd gewoon een lief kopie. En voor de rest is het karakter wel belangrijker. Fijn dat je dat zegt, Jeroen, maar doe het niet hardop. Want geen vrouw wil horen dat haar karakter er zo goed uitziet. Even een kleine tip voor je kennis maakt met Nadine uit Amersfoort. Zij is 26 en sinds een jaartje weer op de vrijgezellenmarkt. Zeer tegen haar zin overigens. Ik vind dat ik een partner verdien en dat ondanks dat ik in mijn eentje heel erg gelukkig ben en ik lekker mijn dromen naar kan jagen, ik het toch mis om naast iemand wakker te worden en om mijn avonturen mee te delen. Ja, als ik later oud ben, dan zit ik graag naast iemand en zeg ik daar graag tegen, oh, weet je nog, toen en toen dat we dat en dat hebben gedaan.
Allereerst vind ik uiterlijk niet super belangrijk, maar aantrekkingskracht wel. Het type innerlijk waar ik op val is iemand die niet snel uit het veld geslagen is en ambitieus is. Maar ook wel iemand die een beetje brutaal of ondeugend is en waar je gewoon goed mee kan lachen. Een beetje kan geinen en ouwe hoeren. Oh, sorry, ik ga nog even terug uiterlijk. Hij moet wel langer zijn dan ik. Dat is wel echt een ding. Hoi. Hallo. Morgen loopt Jeroen iets te hard van stapel. Vannacht rijdde jij je om en dan kijk ik naar je en dan word ik gewoon blij. Dat ik gewoon denk, ja, ik heb het gewoon echt getroffen met haar. Ja, ik weet het gewoon nog niet zo goed of zo. Ik wil zo zitten met jou, maar het hoeft voor mij op dit moment niet meer dan dit te zijn. Tot morgen.